De rode draad van we hebben er zin in, is dat we steeds meer energie nodig hebben. Bergen energie. Concurrentie neemt toe, eisen nemen toe, prestatielat wordt hoger, allerlei vernieuwingen die op ons heen spelen. En aan de ene kant hebben we die energie nodig, aan de andere kant lekt de energie massaal weg uit organisaties. Zin is een lastig begrip. Het bestaat eigenlijk uit vier dimensies. In de eerste plaats betekenis. Dus dingen moeten betekenis hebben. Je moet dingen zien die voor jou betekenisvol zijn. Tweede plaats heeft te maken met gevoel. We hebben goede zin of slechte zin. In de derde plaats heeft het te maken met nut, doel. Zinloos geweld is geweld dat geen zin heeft. En in de vierde plaats heeft het te maken met motivatie. Dus al die vier elementen die spelen een rol bij zin. Hoe je zin managt is in feite door gebruik te maken van die vier dimensies die ik net noemde. Die zou je kunnen zien als vier knoppen. Nou, in de eerste plaats moet je aandacht besteden aan het zien, aan de manier van kijken. In de tweede plaats moet je aandacht besteden aan positieve gevoelens, positieve emoties. In de derde plaats moet je een droom hebben, een droom met een deadline zeg ik ook altijd, niet een luchtkasteel. En in de vierde plaats moet je goed weten wat je passie is, wat je drive is. Macht en financiële prikkels, het zijn de meest directe manieren om mensen in beweging te brengen. Nou, macht, daar weten we alles van. Kijk naar een willekeurige aflevering van Gordon Ramsay. Hoe die voedert en tiert op mensen. En je ziet dat er van alles in beweging komt. Het is alleen de reikwijd is heel kort, is beperkt en het duurt meestal is de invloed kort. Financiële prikkels, ook dat helpt echter alleen wanneer het gaat om routinematige handelingen. Wanneer de creativiteit in het spel is, zou je toevlucht moeten zoeken tot zin als belangrijke stimulans. Hoe is Nederland in de zinzone komen? Ik denk verschillende dingen moeten we doen. In de eerste plaats moeten we ons weer laten prikkelen. We moeten de dingen die om ons heen, de nieuwe dingen die om ons heen gebeuren, moeten we echt leren zien. In de tweede plaats moeten we het aandurven om dromen met een deadline te hebben. En in de derde plaats moeten we de talenten van mensen ontplooien in plaats van ons laten leiden door zwakten en door systemen.